Met de Europese verkiezingen in het vooruitzicht vraag ik me af welk Rotterdams project er door Europa gefinancierd wordt. En ik kwam al snel uit op Cultuur en Campus. Een groot project waarin verschillende partners in samenwerken. En ik sta hier voor het tijdelijk gebouw aan de Putselaan. Mijn rol specifiek voor deze plek is om programmering rond te krijgen. En dan voornamelijk op het gebied van creativiteit, cultuur en sociaal programma. En daarnaast hebben we nog partners, maar ik kom misschien zo op als het gaat om onderwijs. Dit is een gebouw van 1000 vierkante meter en de uiteindelijke plannen voor Cultuur en Campus aan de Doklaan. Dat is een ontwikkeling of stadsontwikkeling van 100.000 vierkante meter. Dus ten eerste een stukje groter. Ten tweede is dit eigenlijk een pilotproject voor de grote Cultuur en Campus. Om erachter te komen met alle partners die de grote Cultuur en Campus voor ogen hebben met elkaar. Erachter te komen wat wel en niet werkt qua programma. Waar we samen kunnen werken en waar we het programma ook samen kunnen laten komen. Kunnen we zeggen dat, stellen dat dit een experiment is? Ja, een proeftuin. Ja, experiment. Kun je vertellen wat jullie hier op Cultuur en Campus Putselaan al zo al doen? Zeker. Nou, een voorbeeld is Bloemhoffestival van vorig jaar. En daar hebben we ons eigenlijk aangeboden als programmapartner. En dan werken we vanuit de kracht en de creativiteit en de plekken en de programma's die er al zijn. En dat proberen we te versterken door en het netwerk van de partners te verbinden met het programma en een financiële bijdrage te doen om het programma nog net iets groter, mooier en duurzamer te maken. Ik ben Edwin Sneeuw, ik ben het hoofd onderzoekssubsidies bij Erasmus Universiteit Rotterdam. En ik ben samen met een collega de trekker geweest van de Cultuur en Campus aanvraag. Wat was het moment dat men bedacht van hier moeten we Europees geld voor aanvragen? Het idee Cultuur en Campus speelt al sinds 2016 en het is natuurlijk een heel groot ambitieus project. En deel van de vraag is hoe kunnen we dat op een goede duurzame manier financieren zodat we het kunnen realiseren. Het gaat dus echt over een culturele verandering, is waar de New European Bauhaus. En ze hebben dan drie thema's, inclusiviteit, duurzaamheid en esthetiek heet het. Beautiful in Engels. Maar hun gedachte is dat je dus een betere beweging, burgerbeweging krijgt als je die drie factoren samenbrengt. Ja. En binnen Cultuur en Campus hebben we natuurlijk heel erg het element van inclusiviteit. We hebben heel erg het element ook van mooi of esthetiek in de samenwerking met de kunstinstellingen. En het idee van het gebouw is ook dat het een soort toonbeeld, een inspiratiebeeld zou gaan worden van hoe een duurzame toekomst eruit kan komen te zien. Als het gaat om de proeftuin, dus het Europese project aan de Putselaan, zijn er nog wat meer partners bij betrokken. Onder andere de Afrikaanse Wijkcoöperatie. Een hele belangrijke. Dus er zijn meer wat lokale. Zeker, een belangrijke partner die zorgt voor de continuïteit van de verbinding met de bewoners en de omgeving. Daarnaast heb je de Business Club. Die zijn verantwoordelijk om zelfstandig ondernemers te gaan opleiden richting de toekomst. En dan heb je nog twee Europees georiënteerde netwerkpartijen, ICLEI en ELIA. Nou, ja. je noemde het woord al, Europees. Europees. Is daar per se Europees geld voor nodig? Ja, dat is een goede vraag. Of dat nodig is, weet ik niet. Ik denk dat het heel veel helpt in het realiseren van de plannen. En dat het ook een waanzinnige kans biedt om dit dus voor elkaar te krijgen financieel. En dat het hele mooie kans is ook voor de omgeving om deze plek die nu eigenlijk niet iets betekent voor een breder publiek toegankelijk te maken. Want het is een oud schoolgebouw. Oud schoolgebouw. En dat stond jaren leeg. Jaren leeg staan. Ja. Het Salaangebouw is natuurlijk een gemeentelijk monument. Ja. Daarmee niet per se heel duurzaam gebouwd. Maar in het traject waar we nu bezig zijn, maken we het wel echt een ontzettend duurzaam gebouw. Ja. Terwijl we het monumentale aspect wel respecteren. En ook dat is een voorbeeld van die Bauhausbeweging. Inclusief, mooi en duurzaam. De Europese verkiezingen komen eraan. Wat voor invloed heeft een stembiljet, wat in Rotterdam is ingevuld, voor Europese subsidies? Ja. Voor mij persoonlijk is de Europese Unie en hoe die bestuurd wordt het grootste voorbeeld van een succesvol
internationaal samenwerkingsproject mm-hmm. dat de mensheid ooit heeft gehad. Dat zoveel landen zo goed, zo lang samenwerken en op een democratische manier is nooit eerder voorgekomen. Ik denk dat dat echt een heel mooi voorbeeld is van hoe democratie ingezet kan worden op zo'n grote schaal. En dus ook als het gaat om het verdelen van subsidiepotjes. Precies, ja, tuurlijk. Want wie er dan uitgekozen wordt, bepaalt dan waar de prioriteiten liggen ja. en waar ons gezamenlijk geld in geïnvesteerd wordt. Zonder Europees geld, had dit ja. project dan wel of niet bestaan? Ik denk de proeftuin of het experiment aan de Putselaan niet. Maar de grote stadsontwikkeling van cultuur en campus en dat gedachtegoed daarachter wel. Ja, maar Europees geld maakt dit mogelijk om op deze manier eigenlijk het gedachtegoed en het ontwerp voor de grote cultuur en campus vanuit learning by doing, laat ik maar zeggen, vorm te geven. Dus je kan zeggen, Bloemhof is blij met Europa? Bloemhof zou blij moeten zijn met Europa. Mooie tijd. Ja, het is heel mooi. Ook met Europees geld? Nee.